NEC gaf niet thuis in de wedstrijd tegen FC Utrecht en ging kansloos ten onder met 0-3. En één sprak na afloop met Gregor Breinburg en coach Peter Huballa. Gregor, kunnen we concluderen dat het vuurwerk van de supporters voorafgaand aan de wedstrijd het enige vuurwerk was van vanavond dat NEC kon laten zien? Ja, dat klopt. We hebben vandaag niet goed gespeeld. Ik denk dat we vandaag aan de bal niet zo best waren. We creëerden heel weinig en we gaven de goals makkelijk weg. Peter, was de blessure van Buwalla eigenlijk meteen het keerpunt? Dat je ook weer moest switchen van de 5-3-2 naar de 4-3-3? Keerpunt weet ik niet. Het was natuurlijk zo'n beetje een shockmoment ook voor de ploeg. Ik heb dan twee mogelijkheden in mijn hoofd gehad. 4-3 of Frank Sturing te brengen en verder 5-3-2 te spelen. Ik heb ook deze week helemaal twee systemen zo'n beetje uitprobeerd. Ik heb dan gekozen voor de 4-3-3. Was dat stukje pit vanuit jou als aanvoerder ook iets waar je achteraf van dacht, daar had ik iets meer in moeten gooien? Ja, ik heb al een aantal gele kaarten. Dus er komen ook nog een aantal belangrijke wedstrijden aan. En nou een schorsing, tegen een schorsing aan te lopen bij 2-0 is zonde. Want er komen nog genoeg belangrijke wedstrijden. Ik denk dat de punten komen wel, maar ze komen niet vanzelf. Als je deze pit, die je bijvoorbeeld wel tegen Heracles en eigenlijk ook nog wel tegen ADO liet zien, als je die niet laat zien, komt NEC dan nog in degradatienood? Ja, we zijn in degradatienood. We komen daar niet in, we zijn in nood. Maar goed, nog een keer. Ik denk, FC Utrecht is echt een goede team. Het is echt, echte mannen zijn daar. En wij moeten echt aan de 120.000% grens altijd werken. Dat hebben we tegen Heracles eigenlijk heel goed gedaan, ook tegen ADO voetbal, maar niet in de scorend zaken. En vandaag niet. Vandaag was het echt mannen tegen jongen. Je wil natuurlijk ook bijvoorbeeld bij die wedstrijd zijn van over twee weken tegen Vitesse. Een uitwedstrijd waar traditiegetrouw heel veel nederlaag geleden worden door NEC. En nu begint eigenlijk ook een beetje het moedstukje van het seizoen te komen. Jullie moeten echt punten gaan pakken, willen jullie niet bij die onderste drie plekken komen? Ja, klopt. Maar daarom is het fijn dat je tegen Vitesse speelt, want dat is een wedstrijd op zich. Dat ranglijsten tellen dan niet meer. Dan is het gewoon een derby tussen Arnhem tegen NEC Nijmegen. Dat is gewoon een wedstrijd op zich. En dan dat is alles vergeten, de stand, de plaats en het is gewoon knallen. En wel misschien wat risico nemen voor wat betreft die gele kaarten? Dan gaan we wel de grens opzoeken, ja, 100%. Dankjewel.